Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Groen, Meriem Almaty, met econoom Peter de Keizer en met politiek journalist Bart Brinkman. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer de Keizer. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Eerder deze week was er de arbeidsdeal, een groot akkoord rond arbeidsomstandigheden van de federale regering. Positief akkoord over dat akkoord of niet? Ik denk als het akkoord tot bedoeling had om de Belgische arbeidsmarkt richting 80% de werkstellingsgraad te krijgen, wat een centrale premisse is in heel veel van het beleid dat vandaag gevoerd wordt, dan is het absoluut onvoldoende. Dan moeten we veel meer doen. Meer mensen aan de slag krijgen is eigenlijk het alfa en omega van heel veel Belgische sociaal-economische problemen. Begrotingstekort, structurele hervormingen waar we geen geld voor hebben enzovoort. 80% mensen aan de slag krijgen is extreem belangrijk. We hebben de kortste carrières in Europa. We zijn het volk dat het snelst op pensioen gaat. We hebben heel weinig kansengroepen aan de slag. En dat moet je dringend aanpakken. En dan heb je de maatregelen nodig die je de afgelopen week hebt genomen. Maar nog veel, veel meer maatregelen zullen dan genomen moeten worden. En ik denk dat we daar dus niet gaan raken. En wat mij dan frustreert, is dat je ziet dat de pensioenen al wel verhoogd zijn tot 1500 euro. Want dat zal wel betaalbaar zijn, want we raken tot 80% werkstellingsgraad. Als je dan kijkt dat wat er nu gebeurd is, gaan we daar absoluut niet geraken. En dus de uitgaven zijn al gedaan, maar hoe ze betaald gaan worden, dat is heel, heel onzeker. Maar de maatregelen, een modernisering van de arbeidsmarkt, zo zegt de regering, zijn op zich wel goed, maar onvoldoende. Maar ze zijn wel goed. Ze zijn absoluut onvoldoende. Maar goed op zich. De maatregelen combinatie gezin, arbeid, flexibiliteit, meer. Ja, kijk, combinatie gezien arbeid. Als je nu gaat kijken bijvoorbeeld bij kansengroepen die niet aan de slag raken in België. Als je kijkt dat laaggescholden veel te weinig aan de slag zijn. Allochtonen veel te weinig aan de slag zijn. Mensen te vroeg stoppen met werken. Dat los je niet op door mensen 4 dagen per week te laten werken in plaats van 5 dagen. Dat los je niet op door mensen niet na 5 uur meer te laten opbellen door hun werkgever. Dat zijn trouwens zaken die mensen zelf met hun werkgever moeten afspreken. Dus er staan een aantal leuke zaken in. Maar als je echt die arbeidsparticipatie veel hoger wil krijgen, dan moet je naar andere landen gaan kijken. Dan moet je kijken hoe die arbeidsmarkt in Nederland eruit ziet, in Denemarken, in Zweden, in Duitsland. Daar zijn mensen lang en veel aan de slag. En wat je ziet, is dat die landen, ondanks het feit dat daar meer gewerkt wordt en flexibeler gewerkt wordt enzovoort, dat het armoederisico daar veel kleiner is. Wij gaan er altijd vanuit dat wij een hyperflexibele, neoliberale arbeidsmarkt hebben waar mensen in de meest slechte arbeidsomstandigheden werken. Dat is niet het geval. Van alle Europese arbeidsmarkten is België een van de meest starre, waar de mensen het minst in flexibele arbeid werken. En we hebben een soort idee fix dat de arbeid hoort te zijn tussen 9 en 5. En daarna gaat je naar huis en dat is zo. En met dat idee gaan we nooit iedereen aan de slag krijgen. Dat is één ding dat ik nog wel wil toevoegen, is bij mensen met atypische profielen, die in atypische jobs op atypische uren willen werken, daar hebben wij het heel moeilijk mee. En daarom slagen wij er niet in om de grote hoop van die anderen aan de slag te krijgen. Maar ik vraag me af, wij dezelfde arbeidsdeal hebben gelezen voilà, eigenlijk. Goedenavond, mevrouw Almaty. Inderdaad, ja, toch wel stevige kritiek. Ja. Hè. Vindt u het een goed akkoord? Ik vind het absoluut een goed akkoord. Ik vind eigenlijk zelfs dat het de tanker keert naar een beter kader voor platformwerkers vandaag. Het recht op deconnectie heeft CNN en The Guardian gehaald. Hè. En waarom is dat belangrijk? U weet zeer goed als econoom ook dat de grootste uitgaven in de sociale zekerheid vandaag de uitgave is voor mensen die langdurig oud zijn, onder andere door burn-outs. Dus die goede, kwalitatieve arbeidsmarkt. Zekerheid bieden aan mensen die vaak uit kansengroepen in platformwerk gaan als pakjesbezorgers. Dat is ongelooflijk belangrijk. Platformwerk, en deze deal, het zijn bijvoorbeeld de Uber-chauffeurs of absoluut, de Deliveroo-couriers. Of de Deliveroo-fietsertjes die je ziet. En in alle eerlijkheid, dit akkoord zorgt er echt voor. En mevrouw De Sutter had daar ook al een voorzet aan gegeven richting overheidsbedrijven is, dat geldt nu voor de volledige arbeidsmarkt, dat de pakjes die bij ons bezorgd worden door mensen die niet meer worden uitgebuit. U mag dat misschien niet belangrijk vinden, maar voor mij als groene voorzitter is dat ongelooflijk belangrijk. We hebben die mistoestanden daar gezien, bij bijvoorbeeld de Nederlandse Post. En u verwijst naar Nederland. Maar er zijn 2 dingen die ik wil zeggen, want er is daarnet heel veel gezegd. De productiviteit van onze werknemers hier in België is bijzonder hoog, dat is 1. En u kan ook niet negeren. Dat wil ik toch echt benadrukken. Sinds de start van deze regering
is de deelname gestegen met 1,5%. Dat is 1% meer dan voor de crisis. Moeten we naar 80% gaan? Absoluut, hè, van werkzaamheidsgraad. Maar dat is een doelstelling naar 2030. En dat is een waar we absoluut ook regio's voor nodig hebben. Waar ontzettend veel hefbomen zitten. Onder andere om die NEETs, die jongeren die niet in opleiding zitten, die niet werken, aan het werk te krijgen. Om die kansengroepen aan het werk te krijgen. Om te zorgen dat het werk werkbaar blijft. Ook voor diegenen die ouder zijn dan 50. En dat bijvoorbeeld ook de mentaliteit op die arbeidsmarkt ten aanzien van die 50-plussers met gigantisch veel expertise verandert. Dus ja, ik ben wel fier op dit akkoord. Okay. Absoluut wel. Even de derde gast aan de tafel. Bart Brinkman, goedenavond. Goedenavond. Ik zou toch iets genuanceerder willen zijn. Om te beginnen met die werkzaamheidsgraad, die is inderdaad gestegen met 1,5%. Maar we kunnen alleen maar vaststellen dat die in het buitenland nog meer gestegen is. Dus blijkbaar lopen we daar toch een beetje achter. Er is nog werk. Ik denk, het probleem dat ik een beetje heb, is dat die arbeidsdeal wordt voorgesteld als zijnde die gaat ons naar die 80% brengen. Dat is niet zo. Wij hebben toch de interpretatie gemaakt dat die arbeidsdeal er vooral is voor mensen die nu al werken. En dat is belangrijk. Dus begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Het is inderdaad belangrijk, recht op deconnectie. We zorgen dat je gezin en arbeid beter kunt combineren. Ook het feit dat je meer opleiding krijgt. Het feit dat je opzegvergoeding kan gebruikt worden om je te activeren. En zo. Dat is allemaal heel belangrijk, platformwerkers. Dus in die zin maar is het allemaal goed voor akkoord. Mensen die al werken maar en niet om mensen... Dat is eigenlijk voor mensen die al werken. Werk tenzij inderdaad voor die platformwerkers dat je daar inderdaad een opstapje kunt creëren, omdat dat dikwijls laaggescholden zijn die zo aan hun eerste job geraken. Dat is waar. Maar we moeten ook naar die 30% kijken die nu nog geen job heeft of niet aan het werk is. En daar zitten eigenlijk drie grote groepen. Dan heb je mensen die je moet toeleiden naar de arbeidsmarkt, mensen die werkzoekend zijn of geen zin hebben om werk te zoeken. Je hebt de reïntegratie van de zieken en je hebt ook het feit dat mensen langer moeten werken. En dat zijn eigenlijk drie luiken die vooral ook op het federale niveau zitten en waar eigenlijk niks aan gedaan is. En waarom wordt daar niks aan gedaan buiten de langdurig zieken waar Frank van den Broeke probeert, heel voorzichtig, omdat het zo gevoelig ligt. Maar waarom is dat zo moeilijk? Omdat dan natuurlijk naar boven komt dat er 7 partijen in die regering zitten en dat je dus in geen 100 jaar een vergelijk gaat vinden om bijvoorbeeld Franstalige Walen die in Henegouwen wonen, om die in West-Vlaanderen te laten werken, om Brusselse jongeren, heel hoge werkloosheid, om die in Vlaams-Brabant te laten werken, omdat je daar nooit een akkoord gaat krijgen om een incentive te geven om die te laten werken. En dat is denk ik het probleem waar deze regering niks aan doet, omdat ze daar niet toe in staat is, waar ook de vorige regering niks dus aan doet. Dus 80%, dat halen we nooit? Ik geloof nooit tegen het tempo. Ik bedoel, we zijn nu 1%, 1,5% gestegen met een groeicijfer van 5% vorig jaar. Ik wil er vanaf zijn. Dus je bent extreem gegroeid. Maar de komende jaren ga je minder groeien. Dus die 80%, zoals mijn buurman zegt, het geld is al uitgegeven. Of men wil het ook al uitgeven aan een fiscale hervorming. Dus het geld is al 2-3 keer uitgegeven. Maar die 80% die halen we op deze manier halen we nooit. Ja, die halen we nooit. Nee, die halen we inderdaad nooit. En dat gaat op die manier ook onze welvaart ondergraven. Want je kan zeggen van, kijk, tegen 2030 zitten we aan 80%. En zoals hier wordt opgemerkt, dat geld geef je dus al uit. Daarvan uitgaan dat we niet 80% raken. Tegen 2030 zal blijken dat we er niet raken. En hebben we in de tussentijd geld uitgegeven. Tekort. Maar wat moet je dan wel doen om aan die 80% te geraken? Wat je zou kunnen doen, is een keer kijken naar het activeren van wie nu niet actief is. Dus werken zou hoe dan ook de norm moeten zijn. Je hebt vandaag nog altijd werkloosheidsuitkeringen in België die onbeperkt zijn in de tijd. Je hebt inderdaad veel mensen die langdurig ziek zijn. Het herintegreren van die mensen op de arbeidsmarkt, dat is iets wat je zou kunnen doen. Je zou uw pensioenleeftijd, hè, dus die pensioenhervorming, die pensioenleeftijd, het enige wat we hebben gezien, is dat het pensioenbedrag zelf omhoog gaat, maar de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, ze betaalbaar maken, daar is niet naar gekeken. Dus je zou daar... Flexibiliteit mag geen scheldwoord zijn. Er zijn nu eenmaal... Ik zie u negatief reageren. Nee. Ik frons mijn wenkbrauwen bij zoveel negativiteit. U frons uw wenkbrauwen. Dat is iets anders. Maar nee, meneer Zegt vader... u negativiteit? U ziet geen brood in deze maatregel? Nee, ik ben het niet eens. Ik zeg één sowieso rond de afschaffing van de werkloosheidsuitkering zijn we het niet eens, want het enige wat je doet is mensen dan naar het OCMW sturen. En dan kan je ze veel minder bereiken en dan kan je ze veel minder makkelijk begeleiden. Dus daar zijn we het fundamenteel mee oneens. Maar je maakt een regeerakkoord. En vanuit dat regeerakkoord, principes met 7 partijen ga je werken. Hoe gaan we die werkzaamheidsgraad aanpakken? Er zijn hefbomen op het regionale niveau, er zijn hefbomen op het federale niveau. Wij hebben voor het eerst de tanker gekeerd
richting het aanpakken van e-commerce, het mogelijk maken van e-commerce. Ik laat ook graag eens thuis een pakje bestellen, maar ik wil niet dat daarvoor mensen worden uitgebuit. Dat is mogelijk gemaakt. Als u zegt, u moet de reïntegratie van langdurig zieken doen, dan zeggen wij ja. En volgens ons gaat dat door betere begeleiding, door ook van werkgevers een aantal dingen te vragen. Dat zit ook in dat akkoord. Als het gaat over, ja, maar let op, hè, u geeft uitkeringen aan werklozen onbeperkt in de tijd. Wij hebben werken lonender gemaakt met de mini-tax-shift. We hebben de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid eruit gehaald, gericht op de laagste lonen, gericht op de lagere middenklasse. Waarom? Om net die mensen in die jobs te krijgen en te houden. Want het klopt niet. Nog een laatste punt. Ben ik het mee oneens? Excuseer. Nee, ik wil gewoon nog een laatste punt, omdat we ook een aantal andere dingen nog willen behandelen vanavond. Maar nog een laatste punt. Komt er nog iets, mevrouw Almaty? Of is het dit wat ons tot die 80% gaat moeten leiden? Ik begrijp de regering het ongeduld. Nog andere dingen in petto? Ik begrijp het ongeduld, maar er is 18 jaar weinig vooruitgang geboekt, wordt hier gezegd. Deze regering is anderhalf jaar bezig en op die anderhalf jaar tijd, en u mag zeggen, ja, maar in vergelijking met het buitenland, ik kan er nog eens op wijzen, u moet de vergelijking volledig maken en ook naar de productiviteit kijken. Ja, we hebben uitdagingen. U moet mij niet vertellen hoe belangrijk het is dat kansengroepen aan de bak komen. Hè. Daar zijn verschillende redenen voor. De vraag is, dus, heeft de regering nog een ander akkoord in petto? En dus, wat staat als we naar 2030 een traject moeten uitzetten, dan zullen er nog stappen moeten volgen. Maar mag ik vandaag blij zijn dat deze regering een aantal fundamentele keuzes heeft gemaakt over de manier waarop dat ze platformwerk omkadert. Werk maakt van deconnectie. Wereldwijd wordt hier met veel bewondering gekeken naar wat wij hier gedaan hebben. Hè. Werk maakt van het aantrekkelijker maken van jobs door die mini tax-shift, et cetera. Komt er nog iets meer? Ik geef wat tegenwerken, want ik begrijp de gloeienis niet. Nee, maar op zich, het akkoord, dat is een goed akkoord. Dat is het beste akkoord dat, denk ik, de 7 partijen konden bereiken. Alleen, het akkoord is niet voldoende, omdat er een aantal luiken onvoldoende worden afgedekt. En ook omdat men, en dat is toch een beetje irritant, men krijgt dan die vraag, en dan zegt Alexander De Croo, ja, maar de activering, dat is eigenlijk een zaak voor de regio's. En dan is het alsof we aan estafette aan het doen zijn in dit land. Ja. De federale regering doet iets. En nu is het aan de regio's, terwijl al die regeringen moeten samenwerken. Verwacht u nog iets of niet? Maar ik ben federaal verwacht ik niks meer. Nee. Federaal niks meer? Nee, federaal verwacht ik niks meer, want we kennen eerlijk gezegd ook al de pensioenplannen van mevrouw Lalieu. En die laten we, ja, zoals al gezegd is, de minimumpensioenen gaan naar omhoog. Maar de incentives om langer te blijven werken met de pensioenbonus, dat zit er wel een beetje in. Maar dat zou wel eens onvoldoende kunnen zijn om echt ervoor te zorgen dat mensen langer werken. Maar laat ons samenwerken. Ik ben het daar wel absoluut mee eens. Ik denk effectief dat je een geïntegreerd beleid moet voeren. Ik ben het daar echt mee eens. Hè. En dus laat ons daar geen estafette van maken, maar effectieve samenwerking. Want die hefbomen moeten ook op elkaar kunnen inspelen. Goed, we gaan naar een ander thema. Want twee Vlaamse meerderheidspartijen van de Vivaldi-regering beginnen, en dat is op 1 maand van de definitieve beslissing, te twijfelen aan de kernuitstap zoals die is uitgewerkt door de minister van Energie van Groentine van der Straten. En de gewijzigde houding van Open VLD en CD&V, want over die twee partijen gaat het, is het gevolg van een open brief van het Vlaamse bedrijfsleven. Wij zijn Keep the Lights On, een coalitie van verontruste burgers die het aspect energiebeleid vanuit verschillende hoeken hebben bekeken en gezien hebben, wij geraken er niet. Onze oproep is, regering beslis, zeg dat die twee kerncentrales open moeten blijven en ga vandaag al in onderhandeling met Engie welke mogelijkheden er zijn om die twee kerncentrales langer open te houden. Ik wil wel heel duidelijk zeggen, voor mij en voor vooruit, als in de regering mij iemand kan aantonen dat de twee kerncentrales, de twee jongste, openhouden, dat dat beter is voor de factuur van de mensen, dan hebben ze mij een bondgenoot. Betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid zijn ook voor CD&V onze voornaamste bekommernissen, onze voornaamste zorgen. Het is net daarom dat wij als CD&V het heel belangrijk vinden dat zowel piste A als piste B grondig wordt onderzocht. Het is natuurlijk logisch dat je met alle elementen rekening moet houden, ook met de meest recente evoluties. Maar die beslissing die zal genomen worden midden maart, en dat is gebaseerd op een systematische aanpak. En de methode die afgesproken is, die methode gaan we aanhouden. Ja, meneer De Keyser, u hebt die open brief van mevrouw Jean-Baar, Keep the Lights On, mee ondertekend. Waarom?
Dat zijn een aantal redenen. Je ziet dat de omstandigheden gewijzigd zijn. Je ziet de gasprijzen heel sterk gestegen. We zouden als België heel afhankelijk worden van gas in de komende periode als we kerncentrales zouden dichtdoen en vervangen door gascentrales. Ten tweede, de centrales die je zou kunnen verlengen zijn nog perfect in orde. Ze leveren ons koolstofvrije, CO2-vrije energie op voor nog heel veel jaren. Zeker in omstandigheden waarbij we onze CO2-voetafdruk en uitstoot moeten reduceren, lijkt het mij dwaasheid om iets wat nog perfect in staat is om energie te produceren zonder CO2 uit te stoten, om dat zomaar buiten werking te stellen. En heel belangrijk, denk ik, ja, de bevoorradingszekerheid die is gegarandeerd. En, tenslotte misschien, als je kijkt, van alle landen die rondom ons is er niemand die kernenergie gaat afbouwen, buiten Duitsland, die ze allemaal hebben dichtgedaan na de kernramp in Fukushima. Okay. Maar vandaag kolen aan het opstoken zijn. Wij zouden eigenlijk hetzelfde doen, perfect werkende kerncentrales sluiten om vervolgens CO2-uitstotend gas te gaan... U bent wel een heel late bekeerling, hè? Eén maand voor de definitieve beslissing. Alles wat u nu zegt, had u 6 maanden, een jaar geleden ook al kunnen bedenken. Ja, natuurlijk, absoluut. Maar dus, hebt u dat dan toen niet bedacht en toen niet gezegd? Well, je ziet ook, er zit een bepaald momentum in dat soort van dossiers natuurlijk, hè, waarbij beslissingen moeten genomen worden. En je moet ook weten op welk moment dat je inderdaad de druk moet opvoeren. Het is een dossier dat dus al bijna... Het is een bewuste poging om de druk op te voeren. Ja, het is duidelijk dat we vandaag... We moeten een beslissing maken in maart. Het is de bedoeling om die punten naar voren te brengen. Het is een dossier wat trouwens al bijna 20 jaar meegaat. Dus wat ik wel vind, het wordt nu gedaan van kijk, groen gaat die kerncentrale sluiten, van kijk, we schuiven de Zwarte Piet door naar groen. Ik denk dat elke partij die vandaag zijn kar keert en een regeerakkoord heeft gesloten, dat die ook in de spiegel mag kijken. Want de afgelopen 20 jaar heeft niemand eigenlijk die kernuitstap op een serieuze manier voorbereid. En nu staan we met z'n allen met de rug tegen de muur. En liever dan ons in de onzekerheid te storten, kiezen we voor de zekerheid van die centrales die er nog zijn, om die langer open te houden. Oké, CD&V en Open VLD veranderen voor een stukje ook hun koers, laten meer twijfel toe op basis van het bedrijfsleven. Want dat is de achterban voor een stukje van die twee partijen. Hè? Ja, maar in alle eerlijkheid, ik heb toch mijn bedenkingen bij het initiatief van de sector. Omdat als je onder het mom van zekerheid gaat pleiten voor plan B, ja, dat is heel raar, omdat plan B heel veel onzekerheid geeft. Meer onzekerheid dan plan A, namelijk de sluiting van de kerncentrales. Dus als je kijkt naar plan B, wat je daarvoor moet doen om dat op 3 jaar tijd in orde te krijgen, je moet de wet veranderen. Je hebt een milieuprobleem, want je moet een milieueffectenrapport hebben. Je hebt een financieel probleem, je hebt een industrieel probleem, je hebt een probleem met Engie. Dus je hebt eigenlijk heel veel problemen die heel veel onzekerheid creëren om toch nog die twee centrales open te houden. Want eigenlijk is het niet plan B, het is eigenlijk plan A bis. Want zelfs met die twee kerncentrales heb je nog een gascentrale nodig. Dus eigenlijk het hele project dat er nu is en dat beslissingsrijp is, stort dan volledig in elkaar. Waarom doet het bedrijfsleven? Omdat ik denk, eerlijk gezegd, dat het bedrijfsleven die dat natuurlijk ook weet. Want in die zin verdenk ik daar toch een beetje van dat het eerder gericht is tegen Groen of tegen Vivaldi, die daar natuurlijk ook alle ruimte toelaten, omdat ze zo laat beslist hebben, omdat... Het is alsof Alexander De Croo elke dag met een bord rondloopt van kom, laat die kritiek maar komen op een bijna masochistische manier. Dit had al maanden geleden beslist moeten zijn. En wat je dus nu wel ziet, is dat drie politieke partijen eigenlijk al een soort verzekering nemen. Want ik geloof nooit dat ze van gedacht veranderen, maar ze nemen een soort van verzekering. Als het misloopt, dan is het allemaal de schuld van Groen. Want wat wel zo is, en dat moeten we denk ik wel benadrukken, wat wel zo is dat op dit moment, gezien de geopolitieke situatie, exploderende energierekeningen, de transformatie, energietransformatie, klimaatopwarming, als je al die argumenten op een rij zet, als je op zo'n moment beslist om kerncentrales te sluiten, dat is natuurlijk zeer contra-intuïtief. En dat is volgens mij de grote kracht van dit soort van engagementen. Omdat je natuurlijk bij veel mensen in de huiskamer leeft hetzelfde gevoel. Okay. Mensen hebben schrik. Mensen hebben schrik voor de toekomst. Mensen weten ook niet of het licht blijft branden. En dus dan gaat dat erin als zoete koek. Maar we moeten eerlijk zijn,
plan B geeft meer onzekerheid dan plan A. Meneer De Keijzer, plan B geeft meer onzekerheid. Het plan B waar u voor pleit, omwille van de zekerheid, geeft meer onzekerheid. Ja, dan denk ik ervan af hoe je het bekijkt. We zijn ervan overtuigd dat het geen nu gepland is. Kan je dat op verschillende manieren bekijken? Meneer Brinkman heeft gezegd de procedures die allemaal nodig zijn. Op hoeveel manieren kan je dat bekijken? Ja, er zijn inderdaad procedures nodig, maar er zijn heel veel onzekerheden. In alle verschillende scenario's zijn er onzekerheden. Het is een dossier waar we al bijna 20 jaar mee... Ja, maar daarnet zei u dat plan B, u koos daarvoor, omdat dat meer zekerheid... En nu zegt u dus in alle scenario onzekerheid. Nee, ik bedoel, plan B heb je inderdaad... Je zal inderdaad ook nog gascentrales nodig hebben. Ook in plan B, er gaan een aantal keer centrales dicht. Je zou de twee jongste reactoren nog langer kunnen openhouden. Op zijn minst heb je dan wat minder onzekerheid. Op zijn minst heb je arme energie of CO2-loze energie die je nog een tiental jaar kan gebruiken. En uiteraard ben ik het ermee eens. Het is niet omdat je die kerncentrales morgen openhoudt, langer zou openhouden, dat plots ons hele energieprobleem opgelost is. Dat wij plots een strategie zouden hebben voor energie of voor bevoorrading enzovoort, en dat wordt absoluut niet. Als je kijkt wat de afgelopen 20 jaar in dit dossier het Belgisch beleid kenmerkt, is een gebrek aan visie, een gebrek aan strategie en een gebrek aan doorpakken. En nu inderdaad komen we vlak bij de deadline. En nu inderdaad wordt er langs alle kanten inderdaad druk gezet, waarbij wij inderdaad zeggen van hou die toch open. Dan koop je op zijn minst wat tijd, want anders dreig je in heel grote onzekerheid te komen. En het is eigenlijk de regering, de partijen die nu in de regering mee zitten, de afgelopen 20 jaar had er veel meer moeten gebeuren. Oké, goed. Bent u de coalitie, eens op dat bent, u dus, bent u de steun van de coalitiepartners kwijt? Maar nee, gisteren hebben alle... Het voelt nogthans zo aan, hè, mevrouw. Ja, maar deze regering beslist bij consensus. En waar we daarnet naar hebben verwezen, we hebben met 7 een regeerakkoord gemaakt. En in dat regeerakkoord staan 3 principes. De omslag zo snel mogelijk maken naar hernieuwbare energie, om ons onafhankelijker te maken van de grillen van de internationale markt, om te zorgen dat we schone energie hebben. En dat is ongelooflijk belangrijk. En kernenergie is daar een stuk een obstakel in. Ja. 2. Zorgen voor bevoorradingszekerheid, absoluut imperatief. Oké, dat zijn de principes van het regeerakkoord. Maar de vraag is, bent u zeker dat al die partijen zich aan dat regeerakkoord houden? De MR, de Open VLD, de CD&V. Bent u er echt zeker van dat iedereen zich aan die regels gaat houden? Maar u stelt die vraag omwille van een vaststelling die daarnet is gemaakt, dat de afgelopen 20 jaar onder druk van dagjespolitiek veel partijen continu van positie zijn veranderd en er niets is voorbereid. Vandaag hebben wij een regeerakkoord. Eind december hebben wij een tweede akkoord dat zegt we gaan nu verder en Elia monitort. En op 18 maart zullen alle puzzelstukken nogmaals, bent u er zeker van dat die partijen zich aan dat akkoord zullen houden? Ik ben er zeker van dat de principes die ze gisteren in het parlement hebben herhaald en die ik de partijvoorzitters heb horen zeggen, dat zij die principes gaan respecteren. En ik ben er nogal gerust op, en meneer Brinkman heeft het daarnet gezegd, als het gaat over bevoorradingszekerheid, op dit moment de kernuitstap een veel beter scenario is dan eigenlijk toch wel het heel riskante scenario om te gaan naar we gaan naar verlenging. Ik zal u zeggen waarom. Dat is 1, omdat heel duidelijk is dat op dit moment het steunmechanisme dat Europa heeft goedgekeurd voor de extra capaciteit die we sowieso nodig hebben, omdat de vorige regering niks hebben voorbereid, hebben beslist om de kernuitstap gewoon te laten doorgaan. 7 van de 7 gaan dicht. Maar dat zelfs als we zouden beslissen om die 2 nog te verlengen, dat je een tekort hebt. Je moet dat opvangen. We zijn naar Europa gestapt vanuit de beslissing van de vorige regering. En Europa zegt, maar dat kan alleen als je de markt niet verstoort. Dus alleen in het geval dat het nodig is, niet mevrouw, in combinatie maar, met goed, een goed, dat is de hele procedure, die weten we. De vraag, de hamvraag is nu, over een maand valt de beslissing. Ja. Bent u er zeker van dat die beslissing nog altijd valt zoals u ze wilt, gezien wat er nu binnen die regering aan het gebeuren is? Het zou nogal kafkaiaans zijn als je in dit land een regeerakkoord maakt, als je laat bijstaan door alle mogelijke experten, hè, die vandaag ook hebben gereageerd op de brief en nogal brandhout ervan hebben gemaakt, als die zeggen de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd, de prijs, daar is nauwelijks een verschil op. Integendeel, bij een verlenging, 1,5 miljard kosten, wie gaat dat betalen? Als dat allemaal onder controle is, een regering werkt met een regeerakkoord. En ik heb de premier horen zeggen, daarnet nog in het fragment, op 18 maart, alle elementen samen. Ja. Hebt u andere signalen van die partijen, meneer Kijk? Nee, maar ik denk je zegt van kijk, de prijs de komende jaren. Als je nu kijkt, die gasprijzen die zijn verveelvoudigd de afgelopen periode. We zouden ons van gas bijzonder afhankelijk maken. Alle 7 kerncentrales draaien. We zouden ons bijzonder afhankelijk maken van gas als we inderdaad al die kerncentrales weg hebben en alleen maar gascentrales zouden hebben. Wat mij frappeert, is het gaat hier over een internationale omgeving. We zijn een kleine open economie. We hebben een aantal strategische assets waar kerncentrales ook bij horen. Dat is een ecosysteem met wetenschappelijk onderzoek, met industrie enzovoort. Dat zouden we
zomaar weggooien, terwijl je ziet dat landen rondom ons, Nederland, Frankrijk enzovoort, er wel voor kiezen om daarin te investeren. Nu, waarom even, u zegt al verschillende keren, klopt niet. Nee, maar u bent appelen met peren aan het vergelijken en de premisses kloppen niet. Hè? Dus één, wij hebben hier een netwerkbeheerder die, net zoals alle anderen in Europa, de berekeningen doet voor de regering. Elia zegt, de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd. Meer nog, in het plan met de kernuitstap door het steunmechanisme met Europa. Ik vind dat echt belangrijk voor een kijker, want die weet op den duur niet meer waar het over gaat. Is met dat steunmechanisme ongelooflijk veel interesse van lokale bedrijven om te investeren in extra capaciteit. Dat die steunmaatregel verdwijnt, hè, als u zegt, we gaan nu plots naar Europa gaan en we zeggen, we gaan het overhoop gooien, we willen alles. Dan zegt Europa, denk het niet, dat waren niet de voorwaarden. Begin er maar aan, 3 jaar lang. Twee, de prijs die op dit moment heel duidelijk bestudeerd door de Universiteit Gent, die ook hebben gereageerd op jullie brief, die heel duidelijk niets te maken heeft met de huidige geopolitieke spanningen. Die zijn iets waar we ontzettend bezorgd over moeten zijn. Ik deel uw bezorgdheid. Maar ondertussen ligt ook in Frankrijk een stuk van het nucleair patrimonium plat. De huidige prijs heeft niets te maken met onze beslissing over kernuitstap. Mevrouw Almaty zei, het zou kafkaiaans zijn mocht binnen een maand die partijen zich niet aan hun engagementen halen. Zou dat kafkaiaans zijn of hebben we dat al wel eens meegemaakt in België? Ja, het zou kafkaiaans zijn, maar eerlijk gezegd, ik geloof daar echt niet in, om de doodeenvoudige reden. Ik begrijp alle argumenten die naar voren worden gebracht, maar die klonken natuurlijk 10 jaar veel realistischer. We zijn nu gewoon te laat. In die zin kun je zelfs de vraag stellen of de regering nog wel de beslissing neemt. Eigenlijk heeft de industrie de beslissing genomen, want Engie heeft duidelijk gezegd, we doen niet meer mee. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar het zou toch beter... Engie heeft duidelijk gezegd, we doen niet meer mee. En dan zeggen de briefschrijvers, ja, ik zou toch eens met Engie gaan spreken. Alsof dat er nog nooit met Engie is gesproken. Dus je zit eigenlijk je zit in een soort fuik en daar kom je niet uit. En dus op 18 daar... maart wordt beslist? Tuurlijk, op 18 maart wordt... En hopelijk doen ze het nog vroeger, want anders duurt deze ellende alleen nog maar wat langer. Dus ik geloof ook niet in de bocht van partijen. Zoals je net zei, ze nemen een soort van verzekering. Ze zullen achteraf zeggen, maar wij hebben het toch geprobeerd, terwijl het gewoon niet anders kan. En we kunnen dat betreuren. En het klopt natuurlijk dat we 20 jaar op een onwaarschijnlijke, stuntelige manier met energie zijn omgegaan. Dat klopt allemaal. Maar er is op dit moment geen andere oplossing. Ja. Hebt u echt geen reacties van politieke partijen op uw brief gekregen? Zo van, ja, dank u voor de steun. Niks? Nee, helemaal niks? Nee. Misschien komt er een goed uit of niet, ik weet het niet. Maar... Ik wil nog eens benadrukken, die 20 jaar waarin er niks beslist is, dat is symptomatisch voor wat we hier doen in het land. Als je zegt van kijk, Engie gaat niet bewegen. Nee, inderdaad. Als ze, het beste wat ze kunnen doen is zeggen dat ze niet bewegen, dat er niks meer mogelijk is. Zij zitten uiteraard in een zetel. Wat er ook gebeurt, ja, zit in een zetel. En dus dat betekent ook aan dit dossier zijn vandaag alleen maar verliezers. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Het zijn alleen maar verliezers daaraan. En als je dan gaat kijken, nu hebben we het over kernenergie, de volgende keer hebben we het weer over iets anders. Het komt erop neer. Wie is er verantwoordelijk voor dat 20 jaar wanbeleid? Wat is er dan fout gelopen? Ja, welke partijen waren er de afgelopen 20 jaar die beslissingen hadden kunnen maken? Ik stel vast dat iemand als Georges-Louis Boucher vandaag zegt van kijk, die kerncentrales moeten openen enzovoort. Waarom heeft hij zijn minister Margim in de vorige regering dan niet gevraagd om daar werk van te maken op dat moment? Dat was wel een van de zwakste ministers die we toen hebben gehad. Om nu alleen maar de schuld te leggen bij degene die vandaag het departement beheert. Dus ook wat makkelijk. Ja, is de verkoop van onze energiebedrijven, is dat een van die fouten? Zoals natuurlijk is dat een van die fouten. Dat is het historisch misschien wel de zwaarste fout die gemaakt is, dat je gewoon eigenlijk je capaciteit verkoopt aan het buitenland, waardoor eigenlijk in het buitenland beslist wordt of er kerncentrales open of dicht gaan. Terwijl dat, je kunt dan wel zeggen, ja, maar we hebben een nucleaire rente gekregen of zo, maar dat is eigenlijk allemaal, ja. dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Dus inderdaad, daar is het misgelopen. En dan denk ik dat we aan de paars-groene regering 2003 zitten. Later. Of 2008 heeft de termen over de golden share. Of is dat later? Ik bedoel, de paarse regering. Ja, is daar nog iets aan te doen? Die kroonjuwelen zitten inderdaad in het buitenland. Kun je dat nog terughalen? Zijn dat is heel moeilijk om te doen. Ja, nationaliseren, dat wil je helemaal niet. Want de PvdA kan dat natuurlijk wel. Ja, de PvdA wil zoiets. Ja, maar het beste wat je zou kunnen doen als land, als politieke partij, is wat is de strategie voor dit land de komende 10, 20 jaar? Waar wil je naartoe? Maak daar een plan van en dan komt de rest vanzelf wel. Daar maar nu, op de laatste instantie, dingen gaan beslissen die je eigenlijk de afgelopen 2 decennia had moeten beslissen, ja. Daar komen alleen maar problemen van. PvdA wil de winsten afromen. Is dat realistisch?
Je hebt ook inderdaad de nucleaire tax gehad enzovoort, maar als je daar te ver in gaat, als eender welk bedrijf dat hier komt investeren, vroeg of laat zegt van kijk, misschien ben ik vroeg of laat aan de beurt en komen ze mij nationaliseren of winst afnemen enzovoort, ja. Dat lijkt mij geen goed signaal. Je moet gewoon vaststellen, we staan met het bedrijf maakt wel, wat is het, min 900 miljoen, bijna een miljard winst. Ja. En als het Belgisch was geweest, hadden we maar, het hier. Maar de CREG heeft ook al gezegd dat het juridisch uiterst moeilijk is om een deel van die extra winst af te romen. Dus nochtans inderdaad... heeft de minister gezegd, niemand mag winst maken bij deze... De minister zegt zoveel, vrees ik. Ik bedoel, juridisch is dat bijna niet. Ja. Er zijn twee dingen die ik wil zeggen. Eén, ik denk dat we moeten onderzoeken. Hè, en dat is wat de minister aan het doen is. En vandaar dat ze dat ook zegt. Hè. De vorige regering heeft ons met handen en voeten gebonden. Maar is het op een of andere manier mogelijk om die overwinsten toch aan te pakken? In de toekomst. Dat is... Ja, maar... Ook deze 900 miljoen? Wat mij betreft miljoen? Ook deze... Allez, dus we ook moeten deze gewoon, 900 we miljoen, moeten alles exploreren. Martine van der Straaten heeft terecht gezegd, de vorige regering heeft het daar eigenlijk bijzonder moeilijk gemaakt. Hè. Opnieuw. Hè. En wat ik wel even wil zeggen, 20 jaar lang, u zegt het terecht, is er niets voorbereid. Nu is er een stappenplan, minutieus voorbereid, waarbij de Universiteit Gent een onderzoek heeft gedaan naar de prijs. Zegt geen impact op de prijs. Waarbij Elia zegt, bevoorradingszekerheid onder controle. Nu niet lukken, mag niet meer. Nee, maar daarnet heb ik... En daarom, dat heeft mij getriggerd. Daarnet is er een verwijzing geweest naar de politiek en in dit land en beslis. Wel, daarvoor heb je de ruggengraat nodig om een stappenplan af te spreken, principes af te spreken en alles wat er nodig is. En ik snap de bezorgdheid en de vraag rond het geopolitiek in Rusland. Net zoals wat er in Frankrijk gebeurt, waar 20% van de kerncentrales vandaag zijn uitgevallen en dat ook de prijs omhoog stuurt, al die elementen samen en op 18 maart beslissen. En dat is wat de politiek moet doen, het hoofd koel houden en met een warm hart kijken naar hoe kunnen we die toekomst voor de energie gaan verzekeren. En geen riskante avonturen die de kostprijs alleen maar gaan opdrijven. Hè. Die 1,5 miljard voor de verlenging van een nucleaire exploitant die zegt, wij willen het niet meer. Dan... Met een FOT-economie die zegt, het kan niet. En met voorschriften van veiligheid die je dan moet gaan draaien. En dan nog langs 16 landen toestemming gaan vragen. Dat is zo riskant en dat begrijp ik echt niet. Dat daar zoveel mist wordt gespuit en eigenlijk mensen... bang worden gemaakt met een scenario dat slechter is dan wat nu voor ligt. Okay. En daar wil ik echt de pluim aan Tine van der Straaten geven, die het hoofd koel heeft gehouden en waar Europa heeft gezegd op een recordtempo schitterend werk gedaan. Goed, maar 18 maart zullen we zien of het inderdaad beslist wordt. Want wat nu wel op de tafel ligt, door de gewijzigde houding van de andere Vlaamse meerderheidspartijen, dat de Groene Partij politiek toch wel in een moeilijk parket zit. En dus vuurden gisteren journalisten in het parlement heel wat vragen af op de politici van Groen. De verantwoordelijke partijen zitten hier gewoon. De piekende prijzen vandaag zijn niet de schuld van de kernuitstap. Het is wel de schuld aan 20 jaar non-beleid en 20 jaar stilstand. Goed, maar stel dat u coalitiepartners niet overtuigd krijgt. Ja, stapt u dan uit de regering? Maar ik draai al even mee in de politiek. En ik weet dat je op cruciale momenten je hoofd koel moet houden. Ja, dus stapt u dan uit de regering als het niet lukt? Het is een logische vraag van journalisten. Maar net dat zou dagjespolitiek zijn. Ik denk dat we nu het hoofd koel moeten houden en elke stap zetten om nu eindelijk wel een structureel beleid te hebben. Men beseft eigenlijk heel goed dat het voor Groen een heel moeilijke situatie is op dit moment. Maar nieuwe verkiezingen of een val van de regering, dat is niet aan de orde, zegt voorzitter Mary Mamachi. Er wordt ook wel eens gezegd, Groen staat op dit moment ook in de peilingen niet zo sterk om naar verkiezingen te gaan. Dus ze staan ook niet zo sterk in dit dossier. Ze gaan de regering niet durven laten vallen. Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat er een wet op de kernuitstap is en dat peilingen geen voorspellingen zijn. Ja, meneer Brinkman, als we zeggen Groen zit in een moeilijk parket, leg eens even uit. Wat is er moeilijk aan het parket van de partij Groen op dit moment? Wel, dan zou ik zeggen, Groen zit in een moeilijk parket op twee luiken. Om te beginnen communicatief. Ze krijgen dit dossier niet verkocht. Dus daar denk ik dat Groen een heel moeilijk parcours rijdt. En een tweede punt is natuurlijk, wat er ook gebeurt, het is altijd ten nadele van Groen. Leg eens even uit. Omdat, stel, de kernuitstap is een feit, dan kun je zeggen, we hebben een belangrijk punt binnengehaald, maar ik geloof niet dat je met de kernuitstap de verkiezingen wint. Zeker niet als zou blijken dat in 2024 de gas- en elektriciteitsprijzen nog heel hoog zijn. Want je gaat een discours krijgen, zeker bij andere partijen, van goed, ja, maar die kernuitstap, we moesten dat wel doen van Groen. Dus Groen gaat daar, hoe dan ook, de zwarte piet krijgen. Stel dat de kernuitstap er niet komt,
komt, ja, dan heeft Groen opnieuw een probleem. Ofwel stapt ze dan uit de regering. Ja, dan krijg je eigenlijk dus opnieuw de zwarte piet. Want wie de regering laat vallen, ja, die haalt het meestal niet bij de verkiezingen. De regering van de dromen van Groen gaat dan ten onder omdat Groen eruit stapt. Stapt men er niet uit, is het ook niet goed. Omdat je natuurlijk binnen Groen een bepaalde kern hebt die die kernuitstap absoluut wil. En dan ga je daar gerommel krijgen binnen de partij. Ja. Dus wat er ook gebeurt... Ik beschouw dit niet als een goed dossier voor Groen, hoe dan ook. Meneer De Keijzer, ik lees een zin in de Morgen, in de analyse daar. Het beeld blijft hangen van de Groenen die met hun grote morele principes de mensen op kosten jagen. Gaat u akkoord met die analyse? Ja, ik denk dat in de perceptie natuurlijk bij heel veel mensen leeft. Hè. Als je inderdaad kijkt, voor mensen is het niet moeilijk om te berekenen. Ik ga CO2-loze kerncentrales sluiten. Ik ga CO2-uitstotende gascentrales bouwen van een gasprijs die nog eens sterk gestegen is. Ja, probeer dan maar eens uit te leggen dat een goede zaak is. En zeker met die geopolitiek. Je kan draaien of keren hoe je wilt. De situatie internationaal is onzeker en onveiliger geworden. Je zegt van kijk, die 1,5 miljard voor die kerncentrales. U kan ook niet garanderen dat de gasprijs op de huidige niveaus blijft. Ja. Misschien verdubbelt of verdrievoudigt die wel. En dus wat dat betreft, denk ik, als je die omstandigheden wijzigt en als ik dan naar het discours van de Tine van der Straeten kijk en van Groen, de afgelopen Tine van der Straeten is uiteraard een technocraat, heeft haar dossier tot in de vingers beheerst die enzovoort. Maar als het gaat over geopolitiek, als het gaat over Nord Stream, als het gaat over Poetin, over defensie enzovoort, allemaal zaken die te maken hebben met onze strategische afhankelijkheid van het buitenland, die te maken hebben met wat er in de rest van de wereld gebeurt, daar heb ik Groen zo goed als niet over gehoord. En dan krijg je dus de combinatie van als Stark zeggen van kijk, kerncentrales moeten dicht, kost wat kost. En aan de andere kant heel weinig, ik zou dat zeggen, voeling met de realiteit, om het zo te zeggen, wat er in de rest van de wereld gebeurt. Oké. Okay. Is iedereen het in de partij het over de strategie eens? Zal ik dat eens even vragen? Of zijn er mensen die ook zeggen, onder meer klimaatjongeren bijvoorbeeld, ja, liever toch kerncentrales dan die vervuilende gascentrales? Maar wij hebben dat debat al 20 jaar. En al 20 jaar is het standpunt van de Groene Partij hetzelfde. Hè? Ons voorkeursscenario hetzelfde. En hoe we dat de voorbeelden bereiden, hetzelfde. En wij praten daar bijzonder veel over. Maar er zijn twee dingen die ik eigenlijk wil zeggen. Ik vind het ongelooflijk jammer, meneer De Keijzer, dat u spreekt over een perceptie die u zelf mee creëert, natuurlijk. Hè? Als u verwijst naar de geopolitieke context, dan weet u ook dat onze beslissing over de kernuitstap niet bepaalt wat er op de Europees vlak aan gasprijzen wordt genoteerd. Degene die de gasprijzen voor de komende 10 dagen kan voorspellen, denk ik dat u direct een heel riant loon gaat geven. Dat is zo volatiel. De geopolitieke context verandert continu. Dus dat is het eerste. Het punt van meneer De Keijzer is wel, het is contra-intuïtief wat u doet en u krijgt dat niet uitgelegd. Ja. Wat meneer Brinkman ook zegt, communicatief, krijgt dat eigenlijk niet uitgelegd. Wij zitten in een perfecte storm omwille van die internationale energieprijzen. Dat is zo. En dan reken ik op mensen van gezond verstand die toch wel weten hoe de prijzen in elkaar zitten gemaakt worden, om niet een nationale beslissing vast te hangen aan een context die Europees is, terwijl bij ons in België wij voor 4% afhankelijk zijn van Russisch gas en dat cijfer nog naar beneden willen krijgen. Hè. Onze prijzen, onze beslissing over de kernuitstap, de prijzen worden gemaakt op Europees niveau, daar gaat die beslissing geen enkele impact op hebben. Het zou u sieren als u dat gewoon zou kunnen zeggen, want dan kan u mede onzekerheid bij mensen wegnemen. De sluiting van de kerncentrale, als het zover komt, zal niet ervoor zorgen dat de gasprijs stijgt. Daar heeft u gelijk in. Maar door kerncentrales te vervangen door gascentrales, worden wij wel afhankelijker van die prijs. Verdubbelt die prijs, dan zal onze elektriciteitsfactuur inderdaad ook... En dan bent u intelligent genoeg om te weten dat ook bij de verlenging van de laatste twee wat scenario's dat u wil, dat u niet ons in een riskant avontuur stond, maar dat we ook gas nodig hebben. Minder. En dat is de reden waarom dat wij met deze regering hebben gezegd een overgangsmaatregel. Dat is ook de reden waarom dat we diplomatie nodig hebben om de situatie in Rusland te ontmijnen. Want er zal altijd in Europa Russisch gas nodig zijn. Maar nu bent u weer zijn. De communicatie aan het voeren, prijzen... terwijl de analyse is... Ja. Dit gevecht kan u eigenlijk niet winnen, omdat het zo contra-intuïtief is. Zelfs als u zegt, ja, het zou mensen als Peter De Keijzer sieren. U blijft
eigenlijk dat gevecht voeren, maar ondanks het feit maar dat het Maar het wordt gezegd, groen zit moeilijk. En ik geef dat grif toe. Hè. Dit dossier, de perfecte storm van die energieprijzen, maakt dat een aantal zaken contra-intuïtief zijn. Dus ik roep appel om de feiten voor de feiten te laten zijn. Maar als groenen hebben wij in het verleden rond het stikstofdossier met Vera Duha een uphill battle gevoerd. Wij hebben toen daadkrachtige maatregelen genomen. Het is het enige moment in de afgelopen 25 jaar dat de stikstof is gedaald. Als groenen hebben wij het circulatieplan in Gent doorgevoerd. Gigantische anticampagne tegen. En ik weet nog uit welke hoek die gekomen is. Het blijkt schitterend te werken. We hebben in Gent een omslag gemaakt, in Brussel een omslag gemaakt op vlak van mobiliteit. En nu ligt hier een ongelooflijk belangrijke keuze voor de komende 20 jaar. En dan is de vraag die je moet stellen, willen we op dit moment aan opbod doen alsof het morgen verkiezingen zijn? Of gaan we in dit land eens iets doen dat bijzonder verfrissend zou zijn, ruggengraat tonen en absoluut, beslissen? Absoluut, maar het punt wat ik eigenlijk wilde maken, en ik vind de verwijzing naar Vera Duha gewaagd, omdat jullie daarna de verkiezingen verloren hebben, maar het punt dat ik wilde maken is, en ik vind dat groen dat te weinig beseft, dat is dat je eigenlijk de kwadratuur van de cirkel aan het uitleggen bent. Hè? Want wat willen we allemaal? We willen lage energieprijzen. Mm-hmm. We willen niet dat het licht uitgaat. We willen groene stroom of groene energie, hernieuwbare energie, en het mag niet nucleair zijn. Wel, dat is eigenlijk een kwadratuur van de cirkel, want het is heel moeilijk om die vier voorwaarden om die hard te maken. Eigenlijk onmogelijk. Je zegt moeilijk, kwadratuur van de cirkel betekent eigenlijk onmogelijk. Eigenlijk is dat onmogelijk. En we kunnen allemaal... We hebben geen glazen bol, maar voor een stuk gaan we naar een toekomst die minder zeker is. Ik zeg niet dat het licht uitgaat. Ik zeg gewoon, we gaan naar een toekomst die minder zeker is. En... wat ik niet goed begrijp is, je kan heel dit dossier kan je proberen wetenschappelijk, en zoals de minister ook zei, ik ga op basis van rapporten en zo ga ik mijn beslissing nemen. Maar dat overtuigt de mensen die een stijgende energierekening, die maal twee of maal drie is gegaan, dat overtuigt die niet. En als u dan, en dat heb ik helemaal niet begrepen, als u dan vooral gisteren in uw communicatie altijd start met van, ja, we hebben nu echt wel een puinhoop geërfd, dan hebt u natuurlijk gelijk dat we een puinhoop hebben geërfd. Maar als u een huis koopt, en u laat de architect komen en het eerste wat die architect zegt, ja, u hebt echt wel een puinhoop gekocht, dat is niet van de aard om de eigenaar gerust te stellen. Dus ik vind dat u eerst de mensen nog wat meer angst aanjaagt en dan moet u een verhaal vertellen dat heel moeilijk is en dat eigenlijk, ja, waar ook een zekere empathie wordt gemist, juist omdat het zo technocratisch wordt aangepakt. En dat is iets wat, denk ik, ja, wat ik niet zo goed begrijp. Je kan het gelijk aan je kant hebben, maar je moet het natuurlijk nog verkocht krijgen. Ja. Is dat een analyse die gemaakt wordt in de partij? Het is te technocratisch. We winnen de harten van de mensen niet. Er zijn twee dingen die ik wil zeggen. Wordt die analyse gemaakt, mevrouw Almaty? Wat wij ongelooflijk belangrijk vinden, is om de juiste stappen te zetten en inderdaad ook een goede communicatie naar de harten van de mensen. En ik zeg dat het aards moeilijk is. En u mag zeggen, ja, maar goed, u moet dat niet zeggen, want u jaagt daarmee de mensen angst aan. De vaststelling is dat dit een moeilijk dossier is. Wij proberen uit te leggen, rationeel en in alle rust, met een minister die alles minutieus heeft voorbereid, op welke manier we dit willen aanpakken. Maar u hebt gelijk dat mensen bezorgd zijn. U hebt gelijk dat we die bezorgdheid moeten vastpakken. U hebt gelijk dat dat niet evident is. En ik merk dat tegen... en dat is eigenlijk ook wel een bredere vaststelling, want het wordt nu op de Groene Partij geplakt, maar het is in heel Europa zo, en zelfs in heel het Westen zo, kijk maar naar de Verenigde Staten, dat debat van de energieprijzen, maar ook het debat over klimaat of de moeilijke beslissingen die je moet nemen om meer solidariteit, meer rechtvaardigheid te krijgen in je fiscale systeem. De Trumpiaanse bochten die langs rechts genomen worden, zijn zeer gemakkelijk, gaan er in onzekere tijden makkelijk in. Maar als progressief een opbouwend verhaal daartegenover zetten, is gezien de uitdaging van het dossier gewoon moeilijk. Dus die techniciteit uitleggen aan mensen en duidelijk maken dat er een geruststelling is op vlak van bevoorradingszekerheid, dat we die prijs onder controle hebben, dat die niet gaat stijgen. Dat is ook gewoon belangrijk om die onzekerheid en die onrust weg te nemen. Is de pers soms te hard voor groen, meneer Brinkman? Het is gewoon in het eigen hart te kijken. Ja, maar ik denk dat dat zeker... Ik spreek niet voor de volledige media, maar het is natuurlijk zo dat Groen met een zekere reputatie, erfenis zit van vorige deelname aan de regering. Dat is al even geleden, maar goed, dat speelt toch nog altijd in de hoofden. En ik vind dat dat ook nog in de hoofden van... 2003, toen de partij de kiesdrempel niet haalde. En ik vind dat dat ook nog een beetje in de hoofden van het Groen zit vandaag, omdat ik denk dat
Kernenergie is een heel moeilijk dossier, maar groen op dit moment zit sowieso moeilijk. En er zijn een aantal redenen voor. Verkiezingen waren niet wat het was. Christophe Calvo is tegenwoordig politiek vluchteling in Nederland. Er is ook discussie binnen de partij of u wel een geschikte leider zou zijn in de verkiezingscampagne van 2024. Dus daar is ook van alles bezig. En we merken gewoon dat bij de andere Vlaamse regeringspartijen, daar is een nieuwe voorzitter. Dat heeft voor een soort dynamiek gezorgd die er bij jullie niet is. En ik denk dat dat alles samen ervoor zorgt dat Groen op dit moment heel moeilijk zit. En harder wordt aangepakt? Misschien harder. Het is geen kwestie van harder wordt aangepakt, maar dat komt boven in analyses. Dat lijkt me logisch. Maar dat journalisten analyses maken lijkt mij ook logisch en dat ze al die elementen bij elkaar zetten ook. En ik kijk daar eigenlijk nogal kalm naar. Ik denk dat het eerste wat we nu moeten doen... Wij zijn in Vivaldi gestapt om de verrotting te stoppen en verantwoordelijkheid te nemen. Even bij de partij blijven, mevrouw. Ja, bij uw rol onder meer. Hij zegt, bent u wel de geschikte persoon om uw partij naar de verkiezingen van 2024 te brengen? Iets in mij wist dat die vraag op tafel ging komen. En ik denk dat het belangrijk is voor elke voorzitter om zijn eigen of haar eigen rol regelmatig te overdenken. Waarom? Omdat je het natuurlijk doet voor een partij en voor een engagement. En er zijn partijvoorzitters die als keizer op hun stoel geplakt lijken. Zo is dat ook niet. Oké, en bent u als een keizer op uw stoel geplakt? Maar meneer de Vader, ik ben eigenlijk in dat dossier rustiger. Ik pak nu mijn verantwoordelijkheid als voorzitter. Ik heb dat de afgelopen 8 jaar ondertussen ook gedaan. En wij hebben nu een aantal belangrijke dossiers binnen Vivaldi. En interne discussies in elke partij moet je die intern voeren. En ook kijken hoe ga je positioneren. Maar de situatie is ook gewoon. Wij zitten ook in een asymmetrische deelname. Wij zitten federaal en Brussels in de meerderheid. Ja. En Vlaams, en dat is anders dan 2003, en Vlaams in de oppositie. En ik denk dat verschillende partijvoorzitters... Zegt u niets over uw eigen rol, mevrouw Matje. Maar u weet ook dat ik doorgewinterd genoeg ben om hier aan tafel niets te zeggen over eender wat van de interne keuken van mijn partij. Dus daar wordt niet over gesproken, daar wordt niet over nagedacht, daar wordt niks over gezegd. Ik krijg die vragen bij de regelmaat van de klok van elke journalist. En elke journalist kan altijd lid worden van onze partij. Wij werken anders dan andere politieke partijen. Maar je kan maar aan de voorzitter vragen of daar in de partij over gepraat wordt. Zelfs op die vraag willen we niet antwoorden. Nee, maar wij praten over alles. Wij praten over hoe gaan wij ons positioneren in een oppositie, in een meerderheid, in een asymmetrische context. Wij praten over hoe bestaan wij als partij naast Vivaldi, hoe gaan we naar de verkiezingen. Dat is een oefening die elke partij moet doen. Dus binnen uw partij wordt nu gepraat over de rol van de voorzitter. Maar ik weet dat u... Allez, meneer de Vader, ik heb daar net eerlijk proberen antwoorden. En ik snap de bochten die genomen worden. Ik heb u daarnet gezegd dat ik eigenlijk heel rustig ben op die vraag. Dat ik iemand ben die altijd in het belang van de partij heeft gedacht. En dat zullen wij blijven doen. En dat is eigen aan onze partij, maar dat is niet iets dat je in studio's doet. En dat is altijd leuk onderwerp van analyses. Ik weet niet... Bijna alle partijvoorzitters hebben die analyses de revue gepasseerd. Hè, langs de kant van de... Allee, dat is gewoon wat de laatste tijd een hobby is gebleken. Ik denk dat politiek nu nood heeft aan samenwerking, aan beslissingen nemen. En dat elke partij zijn oefening moet doen naar 2024... Dat is redelijk evident. En u kan dat personaliseren. Maar voor ons is dat... Oké, elke partij maakt zijn traject naar 2024. En alles is daaraan ondergeschikt. Oké, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is een politieke week weer netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Mirjam Almaty, Peter de Keizer en Bart Brinkman. En u, dames en heren, bedankt dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.